Hallo mensen, welkom terug in de Megablokwereld. De vorige keer hebben wij gewoon de rails gebouwd. En toen had ik beloofd dat ik de volgende keer, ofwel deze keer, de minecart ging bouwen. Nou, ik heb even met MC Edit, heb ik de rails overgezet naar het volgende blok. Want ja, een minecart, die hoort op rails. Dus ik ga hem ook op de rails maken. En wat me eigenlijk nog nooit is opgevallen, een minecart is groter dan één blok. Ja, we gaan hem dus ook ietsje groter maken. En laten we maar beginnen. Zoals jullie zien, hij is helemaal af. Ik vind hem eigenlijk best goed gelukt. Alleen ik heb het idee dat ik hem misschien iets te hoog heb gemaakt. Maar dat is vooral doordat het geen compleet blok is. Ook als hij op rails staat, is hij net zo hoog als één blok. Dat kan ik hier wel even mee laten zien.
Al komt hij alsnog maar net over de helft. En als ik dit een beetje vergelijk, had hij iets lager moeten zijn. Maar op zich, ik ben er best tevreden mee. De volgende keer met het Megablok filmpje ga ik met al deze railstukken ga ik een treinspoor maken. Niet al te groot. Ik ga ook waarschijnlijk niet, tenzij jullie dat heel graag willen weten hoe dat moet, laat het even dan in de comments weten. Maar ik ga waarschijnlijk geen tutorial geven hoe je MC Edit moet gebruiken. Maar als jullie dat dus wel willen weten hoe dat moet, laat het dan even weten. Ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken. Tot de volgende keer.